Dus ik heb hem op het vaasje met water gezet. En nou is er dus 1 worteltje. Zit je zielig te kijken? Oh, dankjewel, schat. Ja, lieve vrienden, een hele fijne, liefdevolle middag gewenst. De middag voor kerstavond. En welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Jullie zien, ik heb bling bling aan. Ja, alleen mijn haar moet ik nog weer even doen, want ik ben weer net binnen met de woevaffies. Dus ja, capuchonnen opgehad, zowel van mijn eigen jas, zowel van mijn regenjas. Ja, dat is ook mijn eigen jas natuurlijk. En ik heb per ongeluk mijn pony een beetje te kort geknipt. Nou ja, lekker belangrijk. Scheve dingen piezen ook, zou mijn moeder zeggen. Ja, helemaal gelijk, het groeit wel weer aan. Nee, het was me eigenlijk te lang en dan heb ik het per ongeluk te kort. Nou ja, dat groeit wel weer aan. Ja toch? Ja. Ik heb een heel klein beetje paars bij ingedaan van die wax. Ja. En dus dat, ik denk, ja, het is me daar toch wat te licht, moet even een beetje bij. Heb ik maar een klein beetje gedaan. Ja, en het is rot weer. Ik weet niet of dat bij jullie ook is, maar ik geloof dat het over het hele land heen is. Ja. Ik heb gisteravond laat nog wat gedaan. Dat kerststukje wat ik van de kerk heb gekregen, heb ik die bol uitgehaald. Want die blaadjes werden lelijk en de bloemetjes werden al lelijk. Ik denk, nou dat wil ik niet, dat is nog niet uit geweest. Dus nou heb ik hem op water gezet, want hij had maar 1 worteltje. Ja, dat blijkt, ik bedoel, op een stukje water waar maar een heel klein beetje water bij kan. Dan kan hij niet veel krijgen. Dus ik heb hem op het vaasje met water gezet. En nou is er dus 1 worteltje. En ik hoop dat het verder nog meer worteltjes komen. En dat hij het nou gaat doen. Ja, en in het kerststukje, nou ja, daar heb ik gewoon een kaars in gezet. Enkel hij wiebelt, maar ja, maakt niet uit. Maar gaat niet aan hoor. Oh, hij valt er al uit, dat bedoel ik. Ja, de onderkant, kijk, is heel raar. Heel raar. Hij heeft ooit wel gebrand, maar ach, ik zeg gewoon op mijn beurt, gewoon, hup, waas even aanknijpen en zo, voilà. Nou, en ik heb er een bak met soep uit de vriezer gehaald, dat moet natuurlijk ontdooien en ik hoop dat het ook ontdooien kan. Ik zal een doekje, oh nou kom op, een doekje op de kachel leggen en daar zet ik het gewoon bovenop, dan ontdooit het sneller. Ja, doen we. Gaan we gewoon doen. Ik zie snorrenhaar leggen. Mag ik er even bij? Het is leuk. Ja, die is voor jou. Zeg weg dan. Even pakken. Zo. Een snorrenhaar van Kandalf. Ik weet niet of je hem ziet. Ah, je ziet hem wel. Luca! Kandel, hier, je snorrenhaar. Hallo! Kijk dan, hier een snorrenhaar, die is van jou. Gemeen hè? Maar oké, ja, ik wacht op weer een invalster voor Astrid. Die zou rond een uur of 3 geloof ik komen. En ik ben laat, want ik had vanochtend, werd ik lastiggevallen door appjes. En in ene zag ik ook een sms'je. Ik denk, ik krijg anders bijna nooit geen sms'jes van wie is dat nou weer. Ik had gisteren Vodafone opgebeld om een nieuwe telefoon te bestellen. Moesten ze nog meer weten? Ik denk, ja hallo, nou kijk het maar even, even naar de kerst. Ik moet eerst alweer een volgorde hebben. Ze vragen je hemd van blijft, nou dat weet ik allemaal niet uit mijn hoofd. Dan moet ik eerst weer allemaal op papier hebben. En dan krijg ik wel weer hulp bij hoor, daar niet van. Maar ja, ze vragen je het hem verblijf en dat ben ik niet gewend. Normaal ga je naar de winkel toe en dan kun je erin uitzoeken. Maar nou dat die troep gesloten is door dat stomme gedoe met Rutte, kan je dat niet doen. Anders had ik gelijk al in mijn handen gehad, weet je. Maar nu gaat zoveel van vanaf. Nou, ik denk, lekker dan, maar niet heus. Ah, weet je waarom hij valt? Door die takken zo, dan zit hij er dieper in. Maar in ieder geval, ja, ik weet niet hoe ik dat allemaal doen moet, maar dat komt allemaal goed. Maar oké, ik probeer ook vandaag nog online te gaan. Ja, een kersttoespraak houden, dus ik heb nog druk. Ik moet nog van alles even noteren en opschrijven dat ik dat bij de hand heb. Maar dat komt allemaal goed. Ik zou zeggen, hou vol goede moed. Geniet van je dag en ja, ik kom later wel weer het door. Ik zou zeggen, tot dan, doei! Ja, lieve vrienden, het wordt al donkertjes. Het wordt al schemerig. Ja, maar dat komt ook door het slechte weer, hoor. Ja, het is 16:36, dat wel. Mijn huishoudelijke hulp, die is nog steeds bezig boven. Ze was hier al een keer eerder geweest. Een leuke, lieve schat van een meid. Ja, echt wel. We leggen elkaar heel erg goed ook. Dus ja, hartstikke blij met haar dat deze is. Ik ga zo meteen op mijn gebeten weer opkoolvateren met mijn haar. Want het zit voor geen meter. Want ik zit zo voor die pc te koekeloeren, want ik ben met een vlog bezig. Nou ja, dan zit je lekker op je gemakkie, weet je. Maar ja, het komt allemaal goed. Ik hou gewoon vol goede moed. Ik moet er nog geluid eronder zetten, muziek. En dan nog switchen ertussen. En dan kan ik hem weer renderen. En dan kan het programma weer draaien. En dan kan die weer naar YouTube. Ja. En ja, ik kan niet eerder online dan ik opgepoedeld ben, ja. En dan ook niet eerder dan de huishoudelijke hulp natuurlijk weg is, want dat ga je niet doen wanneer er eentje door je huis heen loopt te spoken. Nee, dat gaat het hem dan niet worden. Nee, maakt niet uit. Nee hoor. Rijka zit daar voor het raam. Hé? Rijka. Och, meisje toch. Zit je lekker te warmen, hè? Zit je lekker te warmen, hè? Och, goed je toch wel. Och, goed je toch. Zit je zielig te kijken? Oh, dankjewel, schat. Lief toch, ja. En waar is de andere kanje? Nou, die ligt op de bank. Hé, die ligt op de bank, deze kan je. Ja, ja, die is ook lief, hè. Ja. Och, goed je toch wel. Och, goed je toch wel. Maar oké, lieve vrienden, ik zal verder, want ik moet ook opschieten, want er valt meer te doen dan enkel, maar zit het te niksen, zeg maar. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, het is al reeds heel erg vroeg in de ochtend, eerste kerstdag. 25 december, vrijdag dus. En we leven alweer om 3:54 uur. Ja, ik ben laat, zeker vroeg. Het is maar net hoe je het noemen wil. Ik moet mijn haar weer uitkammen, al de glitter moet eruit, want ik ga nu pas naar mijn bedje toe. Het was een latertje, want ja, ik heb natuurlijk Robert en Brink gezien en door Hekken overgeschakeld naar het andere kanaal waar altijd de kerstfilm is. Heb ik weer even een stuk terug gedaan, want ik wou de tweede kerstfilm wel even helemaal zien. Dus dat hebben we ook gedaan. Nou ja, toen op Facebook tussendoor. En met reclameblokken was ik wel aanwezig, want ja, ze bleven natuurlijk ook reageren omdat ik online was geweest op Facebook. Helaas nog niet bij jullie, ik hoop dat dat vandaag kan. Het zal wel vanmiddag worden, maar dan wens ik jullie allemaal een hele mooie kerst toe. Beter later dan helemaal niet. De andere keer ga ik het andersom doen. Ja toch? Ja, dan ben jullie hier. Dacht, ja, om en om hoor, met het jaar. Maar in ieder geval, ik ga lekker naar bed toe. Ik ga de lichten allemaal uitdoen. Dat is nog aan. De televisie is al wel uit. En dan de diertjes leggen op de bank, de twee dames. Dus we gaan wel lekker slaapje doen. Ja, dan kijken hoe laat ik maar weer wakker word. Ik zal wel weer laat, vroeg in de middag wezen. Maar ja, ik heb met niemand wat te maken. Ik zal morgen ook kijken of ik de vaatwas er weer kan doen. Want het staat weer het een en het ander in de week en het een en ander op de aanrecht. Ik had geen zin en ik heb vanavond wel lekker genoten. Want ik had stukjes worst enzovoort op tafel voor mezelf neergezet. En natuurlijk aan de dames ook een paar stukjes. En dan kan dan een paar stukjes in de hal. Ja, die heeft zich ook wel vermaakt. Die heeft ook niks tekort gekomen. Nee, helemaal niet. Maar ik wens jullie nu ook allemaal wel terug te slaap. Lekker voor degenen die net zo gek zijn als ik. Die ook laat naar hun bed toe gaan. En gezond weer op. En dat aan de andere kant van de nacht. En slaap zacht. Ik zeg, tot dan. Doei!